Zomaar doet hij honden africhten ter keuring brengen. Dus elke keer heeft hij een reu daar zitten waar hij een jongen van doorhoudt en een jongen van doorbrengt. En als één reu dan weer genoeg is dat hij weer aan dekking komt, dan houdt hij daar een jongen van. Dus dat is opa op opa op opa. Zes generaties is deze man bezig. U hebt het gezien. Er is een beet gezet, zoals eerder genaamd. Eén beet, hoeklijn en ook. Einde oefening. Bijzonder jammer, Herman, voor jou met de Mekkersherder Kajan.